Het nieuwe academisch ziekenhuis heeft een vloeroppervlak van circa 210.000 vierkante meter en kenmerkt zich door de toepassing van zeer veel specifieke details en innovatieve technieken. Alles met als doel het genezingsproces van de patiënt centraal te stellen en de werkprocessen voor het personeel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het nieuwe Erasmus MC is voorzien van onder andere 522 eenpersoonskamers, een OK-complex met 26 operatiekamers, 12 radiotherapiebunkers en 18 dialyseplaatsen. Alleen al voor de datatransmissie is er ruim 2500 kilometer data, LON en glasvezelbekabeling aangelegd. De technische ruimte op de 7e verdieping loopt over alle bouwdelen en kan gezien worden als het hart van het ziekenhuis. Maar bovenal straalt het gebouw rust uit door gebruik te maken van veel natuurlijk licht. Dit zien we vooral terug in de centrale hal en de atria. En omdat uitzicht op natuur een positief effect heeft op het herstelproces van de patiënten, zijn er twee daktuinen aangelegd. Met een totaaloppervlak van 3000 vierkante meter, die voor patiënten en bezoekers vrij toegankelijk zijn. Ik realiseer me als de beste dat zeg maar, het echte proof of the pudding zit erin hoe verpleegkundigen, artsen, patiënten zich hier gaan voelen. Maar van wat wij geprobeerd hebben in het gebouw te stoppen aan gedachten en ontwikkelingen en juist om dat comfort voor hen te maken. En wat ik daarvan terugzie, daar word ik wel heel blij van.